Het is een bijzonder gezicht wat er op het scherm thuis gebeurt. Het is toch echt iemand anders. Wiepie en Erik zijn ineens getransformeerd tot Peter Snijders. Nou, kan ik gelijk de pers uit de droom helpen dat dat dus niet het geval is. Dat wij een oriënterende ronde gaan houden met een aantal onderwerpen op de agenda. En de eerste is de opening en de mededeling. Ik heb geen mededelingen. De vergadering bij deze nu wel geopend. Ik heet u hartelijk welkom. En vraag of u met deze agenda kan leven of dat u hem wil amenderen. Niet het geval. Dan gaan wij naar agenda punt 3. Dat is het spreekrecht. Er heeft zich van tevoren één iemand gemeld. Dat is de heer Jan Smits. Hij spreekt hier namens de coalitie Balkbrug omtrent de burgerparticipatie en de kosten daarvan. En ik zie meneer Smits al komen. U heeft 5 minuten de tijd om ons toe te spreken. En na afloop zou het zo kunnen zijn dat de raadsleden nog wat vragen aan u hebben. Gaat u gang. Kijk, als mijn PowerPoint. Daar komt hij. Goed zo. Mocht de voorzitter vragen waar mijn colbertje is, dat ligt daar op de bank, maar het is hier veel te warm. Dus ik heb het even uitgedaan. Geachte college van Hardenberg, beste raadsleden. Mijn naam is Jan Smits en ik ben lid van de coalitie Balkbrug 2025. Als geboren Brabander woon ik sinds 5 jaar in Balkbrug en ik ben inmiddels hartstochtelijk Balkenees. Op 8 november 2016 stond hier op deze plek Charlotte Eksterkatte, gewoondoener van het jaar 2016... en belangrijk initiatief nemen van toen nog de Bruggenbouwers, een inwonersinitiatief uit Balkbrug. Daar begon de zoektocht naar stabiele financiering voor dit soort initiatieven. En heel de raad was het er toen mee eens dat Hardenberg dit wel kon oplossen. Dat gebeurde ook. In februari 2017 kwam de toezegging van een eenmalige subsidie van 50.000 euro. Onze dorpsregisseur was toen al bezig om de realisering van de dorpsvisie puur genieten voor iedereen op poten te zetten. Dit is hem voor wie graag een hardkopje wil, kan zich bij mij melden. In de zomer van 2017 was de publieksversie van de dorpsvisie klaar en kon worden gestart met de realisering ervan. De bruggenbouwers waren opgegaan in een coalitie Balkbrug 2025 in nauwe samenwerking met het plaatselijk belang en de BOV. Sindsdien is er veel gebeurd en het verslag terug en vooruit is daarvan de inmiddels alweer achterhaalde weerslag. De afgelopen 3 maanden hebben we geprobeerd een oplossing te vinden voor een nijpend probleem, namelijk dat het geld op is. Door de verkiezingskoers en de coalitievorming lukte dat niet, maar binnenkort hebben we een afspraak met wethouder Gitta Luiten en we komen opnieuw inspreken omdat we ook ons probleem in een wat breder kader willen plaatsen. We blijven inmiddels druk bezig met onze dorpsvisie. Waar zijn we dan allemaal mee bezig? Dat kunt u terugvinden in dat verslag, maar om ook hier het een en ander zichtbaar te maken, kies ik 1 project als voorbeeld. Onze focusgroep, de Nieuwe Dorpsstraat, is al 1 jaar bezig te overleggen over de inrichting van de bovenkant van de onderdoorgang die door de provincie wordt aangelegd. In februari 2016 hebben we met alle partijen uit het dorp gezamenlijk gestreden voor de realisering daarvan in het provinciehuis. Nu de kogel door de kerk is, is het voor Balkbrug van belang dat op de bovenkant daarvan een dorpspraat wordt gerealiseerd die het dorpse en groene karakter van Balkbrug duidelijk zichtbaar maakt. Want, zeg nou zelf, als je met de bus aankomt op het kruispunt, zou je niet denken dat op loopafstand daarvan zich een prachtig historisch landschap ontvouwt, het aan de ene kant de Ommerschans op de nominatie voor UNESCO Werelderfgoed, maar nu al een prachtig wandelgebied, en aan de andere kant de Reest met de Reestkerk en de Weem, een aangenaam landschap waar je 4 eeuwen geschiedenis zo uit kunt aflezen. De nieuwe dorpsstraat van noord naar zuid kan het pièce de résistance van Balkbrug worden. Er gaan zelfs geluiden op om de oude ophaalbrug weer in ere te herstellen. Maar volgens de focusgroep moet het in ieder geval een min of meer verkeersluwe en in elk geval groene dorpsstraat worden. Op basis van de tekeningen van de provincie, en dat is deze, zijn er een aantal ideeën bedacht voor de invulling van die bovenkant. Ik laat even wat plaatjes zien. Dit is de tekening van de provincie en de verbeelding daarvan daarnaast.
Wij dachten eraan om die dorpspraat te verlengen in de richting van de Molenweg en in de richting van de Hogeveenseweg. Twee kanten op, dus iets langer te maken. Tweede variant is meer groen. De provincie heeft weliswaar een aantal groenstroken en hagen gepland, maar wij willen dat graag uitbreiden. Een derde variant is een soort dorpsplein. Het dorpsplein wat voor een deel op openbaar en voor een deel op privaat gebied zou moeten komen en wat u hier verbeeld ziet. Meer dorpsplein. Er is overleg geweest en zo, we hebben dat in SketchUp verbeeld en zo ziet er dat dan uit. De eerste indruk vanaf de plus, dat is over het kruispunt heen met de onderdoorgang voor je neus. En hier iets verderop met aan de met de indruk van de Meppelerweg. Er is overleg geweest met ambtenaren van de gemeente en de provincie, met omwonenden en eigenaren van de vier kwadranten van dat kruispunt. Nog niet iedereen doet mee, maar de meesten zijn enthousiast over de ideeën en de mogelijkheden voor dat kruispunt. En er is meer aan de hand. En nu kom ik op dat bredere kader. Afgelopen week was er een informatieavond over de invulling van het terrein van de voormalige Takens. Daar komen maximaal 25 woningen, deels huur, deels koop. We hebben gepleit voor het behoud van het voorcafé van Takens, omdat dit een beeldbepalend gebouw was op de zuid-noord-zichtlijn van die dorpsstraat. Dat lijkt gezien de kwaliteit van het gebouw minder haalbaar, maar als er nieuwbouw komt, zou dat wel in de sfeer moeten lijken op het oude Takens. Maar het ontwerp dat vorige week getoond werd, laat dit zien. En dat lijkt geenszins op het oude voorcafé. Op het braakliggende terrein naast de Plus Supermarkt gaat eindelijk ook gebouwd worden. En dat zal mede het aanzien van de Ommerweg en de Molenweg sterk gaan bepalen. Ten slotte wordt er nieuwbouw gepland voor de beide basisscholen in het dorp. En de kans dat die komt op de oude plek van de Prinses Brigitteschool is zeer aanwezig. Ook dat bepaalt de inrichting van het kruispunt. Kortom, een van de belangrijke doelen van de coalitie Balkbrug 2025 is dat beslissingen over het dorp niet ad hoc, maar in samenhang met elkaar worden genomen. Op het stadhuis is nog veel verdeeld over verschillende afdelingen die soms de samenhang van al die projecten niet zien. Wij zien die samenhang wel en we kunnen de gemeente helpen de verbindingen tussen de verschillende afdelingen op het stadhuis te leggen. Twee, stabiele financiering. Bij het eerste eerder genoemd verslag zat een noodoproep, omdat de gelden voor de dorpsregisseur opraakt. We realiseren ons dat deze subsidie van 50.000 euro eenmalig was, maar willen graag met de gemeente zoeken naar een meer permanente oplossing voor de ondersteuning van actieve kernen in heel Hardenberg. Dat kan niet meteen, daar is overleg voor nodig. En in de tussentijd zouden we willen dat jullie onze dorpsregisseur overeind houden tot het moment dat we daar samen een oplossing voor bedacht hebben. Op dit moment heeft ze nog een tiental uren die ze investeert in het dorp en dan is het op. Dat gaat op korte termijn ongeveer 15.000 euro kosten. De dorpsregisseur is echter cruciaal voor het onderhouden van alle contacten tussen de focusgroepen, voor communicatie naar buiten, voor organisatorische rust in de gelederen en voor stimulans bij het opstarten van nieuwe initiatieven. En zo'n oplossing kan dus tegelijkertijd soelaas bieden voor de complexe bestuurlijke situatie van 29 kernen in Hardenberg. Faciliteren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. En wij vinden ondersteuning in het coalitieakkoord. Ik citeer. De afgelopen jaren zijn er in de gemeente Hardenberg heel wat krachtige initiatieven vanuit de samenleving ontstaan. Inwoners die het heft in eigen hand nemen om hun omgeving leefbaarder te maken. Wij faciliteren en ondersteunen dit soort initiatieven. Hiervoor willen we nieuwe vormen van samenwerking onderzoeken en ontwikkelen en versterken bij bestaande, goed werkende structuren. Daarom investeren we in kwaliteitsverbetering van de belangenbehartiging van lokale wijk- en buurtgerichte belangengroepen. In de komende jaren willen en moeten we samen met alle betrokkenen leren van initiatieven. Dit vraagt om een samenhangende benadering, waarbij de opgave is om verbinding te leggen tussen het sociale en het fysieke domein. Deze vorm van overheidsparticipatie vraagt van de politiek, bestuurders en ambtelijke organisaties dat ze initiatieven laten ontstaan van onderop en die benutten, aanjagen en faciliteren in plaats van deze zelf te initiëren. Tot zover het coalitieakkoord. We worden ook door de gemeente voortdurend uitbundig geprezen om onze professionaliteit en voortvarende aanpak. Daar hoort dan ook ondersteuning bij. Vorige week had de rubriek Raad dichterbij van de Toren de volgende stelling. Bestuurlijke vernieuwing in onze gemeente moet zich richten op meer eigenaarschap en zeggenschap voor onze inwoners. Alle partijen, coalitie en oppositie, ondersteunden deze stelling. Dat biedt hoop, zou je zeggen. Als laatste transitie naar de omgevingswet. Met Bouw je eigen buurt heeft Hardenberg een klinkend initiatief genomen om de basis te leggen voor de omgevingswet die in 2021 moet ingaan. Voor Balkbrug was dat niet nodig,
Want Palkbrug had met zijn dorpsvisie als eerste en geheel op eigen kracht al een voorschot genomen en dat bespaarde de gemeente heel wat geld. De omgevingswet vraagt een andere relatie tussen de inwoners en de overheid. Maar u herkent misschien ook een hier geldend algemeen fenomeen. Wie eenmaal onder de stolp van dit prachtige, CQ lelijkste gemeentehuis is opgenomen, heeft de neiging zich binnen de kosten keren aan te passen aan de daar geldende normen. Dat voorspelt weinig goed voor de verbinding tussen de verschillende afdelingen, voor de vaardigheid om echt naar inwoners te luisteren, voor de kwaliteiten om meer te faciliteren en mogelijk te maken dan te reguleren en te verbieden. Een van de oplossingen is daarvoor om ambtenaren zich meer en vaker buiten die stolp te laten begeven, in overleg met de inwoners van deze prachtige gemeente. Wij, de coalitie Balkbrug 2025, bieden aan om daarin als oefenterrein te functioneren. Wij staan er klaar voor en willen graag een pilot worden in deze transitie. Wij verzoeken de raad dan ook in te stemmen met een korte termijn oplossing in afwachting van overleg over meer permanente oplossingen voor een stabiele financiering van dit soort bewonersinitiatief. Dank u wel. U ook bedankt. Zijn er vragen vanuit de raad wellicht? Mevrouw Mensink, meneer Stelpstra en mevrouw Klok en meneer Jonkans. Nou, laten we bij meneer Jonkans beginnen. Dank u wel, voorzitter. Ja, u stelt de vraag over middelen. En dan is mijn vraag, hoeveel had u in gedachten en heeft u daar ook een overzicht van hoeveel u daarvoor nodig heeft? In het stuk wat aan de GV is opgestuurd terug en vooruit staat een begroting. En daarin staat precies gedefinieerd welke posten daarin geldig zijn en hoeveel dat per jaar zou kunnen kosten. Maar wij bedoelen met het overleg dat wij graag willen overleggen met de gemeente om elke vorm van oplossing, welke dan ook, die ook anders kan zijn dan de huidige. In de huidige variant hebben wij een dorpsregisseur ingehuurd en die 50.000 euro gratis naar een ZZP'er die 85 euro per uur kost. En er zijn mogelijk goedkopere andere oplossingen te bedenken. En daar willen we graag over overleggen. Maar in de tussentijd, in de overbrugging, en zeg even dat dat overleg tot eind oktober duurt, dan hebben we nog 5-6 maanden te gaan en dat kost 15.000 euro. De klok. Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw komst, meneer Smits. Altijd goed om hier te zijn en uw plannen weer te geven. U bent vrij concreet inderdaad in het antwoorden al. Wat hebt u nodig tot oktober? Dat was ook een vraag van mij inderdaad. En ik denk dat het wijs zou zijn om eens even met een delegatie van de raad bij u te komen en dat nader te bespreken wellicht. In welke vorm u dat ziet. Dus wat mij betreft ga ik dat arrangeren. Als er medestanders voor zijn, uiteraard natuurlijk. Het is graag en. De korte termijn oplossing is één kwestie. De lange termijn oplossing, 29 kernen, die in meer of mindere mate bezig zijn met inwonersinitiatieven en dit soort plannen ontwikkelen. Daar moet Hardenberg een oplossing voor vinden. En daar willen we graag over meedenken. Dank u wel. Ja, hartelijk dank voor de korte, of eigenlijk best wel uitgebreide toelichting voor Balkbrug. Ook vanuit het CDA omarmen we heel graag de plannen. Samen sterk was jullie slogan, dus wat dat betreft belangrijk. Ik sluit me ook heel graag aan bij mevrouw Klok om met elkaar als raad, degene die iets van Balkbrug in hun portefeuille hebben, om daar ook echt daadwerkelijk gezamenlijk naar te kijken. Ik heb nog wel een duidelijke vraag, want we hebben geprobeerd vanuit CDA en ook vanuit andere partijen interesse te tonen, hè, in jullie werkgroepen, ook in de laatste werkgroep nieuwbouw Takenslocatie. Dit is wel de eerste keer dat dit bericht naar ons toe komt. Dus wat is jullie lange termijn planning? Is het nu heel ad hoc of zeggen jullie van nou, we hebben ook een lange termijn planning. Hoe zien jullie dit? Komt voor mij een beetje als een verrassing. Nou, ik heb 4 punten genoemd en stabiele financiering is er daar één van. Maar die integrale aanpak is een andere. En dat betekent dat wij bijvoorbeeld heel graag aan de voorkant van beslissingen willen zitten en niet aan de achterkant. Om een voorbeeld te noemen, vanavond staat Takers op de agenda. Dat gaat over de meervrije aanvraag. Dat is verder niet zo ingewikkeld problematisch. Maar die bouwer, die ondernemer, heeft een plan gepresenteerd. En daar is hier op het stadhuis meerdere malen over gepraat. En dan zou iemand op het stadhuis moeten bedenken dat het slim is
om in die fase de coalitie Balkenbrug erbij te halen, zodat we samen kunnen overleggen aan de voorkant en niet aan de achterkant. Want straks komt er een bestemmingsplanwijziging en dan kunnen wij hier gaan inspreken. Maar bestemmingsplanwijzigingen gaan over het algemeen niet over de wensen van inwoners. En dan staan we dus met lege handen. Dat is helder. En wat mij betreft gaan we ook zeker kijken hoe we dat intern kunnen versterken. Ik ben het wel met u eens dat het belangrijk is dat er niet inefficiënt wordt gehandeld. Ja. Absoluut. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Ook mooi dat u het coalitieakkoord citeert. We hadden ook in ons verkiezingsprogramma daar het een en ander over staan. En het leek ons goed dat wij de plaatselijke belangen en dat soort initiatieven wat meer gaan ondersteunen vanuit de gemeente. Dus mooi dat u dat hier even op de agenda zet. Ik begrijp uit uw bijdrage ook dat u binnenkort in gesprek gaat met het college. En ik vind het goed hoor dat u hier komt inspreken, want de raad, dat weet u waarschijnlijk, heeft het budgetrecht. Maar ik denk dat ik u toch in eerste termijn even naar het college zou moeten doorverwijzen. Dat zijn onze dagelijkse uitvoerders. Ik zou zeggen, ga daar eerst het gesprek mee aan, voordat wij als raad daar nu op gaan intruperen. Want zo kan dat ook een beetje worden ervaren. Dus mijn eerste advies aan u zou zijn, is van, ga even met het college in gesprek. En komt u er dan hier uit, kom dan naar de raad. En dan kunnen we gaan kijken of wij enige betekenis hierin moeten gaan spelen. Dat zullen we zeker doen. Wij hadden gepland om in te spreken en dat aangevraagd. En toen daarna kwam de afspraak met Gitta Luyt. Dus, maar toen hebben we besloten, we gaan ermee door. Want we vinden het belangrijk dat de raad weet dat dit aan de hand is. Ja, nou, het is ook heel goed hoor, te zien dat in de gemeenschap in Balkenbrug zo actief is. Dus goed. Dank. Dank u wel voor uw bijdrage. Gaan wij de agenda vervolgen. En dat doen we met het meningsvormende deel. En agenda punt 4 is de kaderbrief 2019 Hardenberg. Zijn er mensen die daar het woord over willen voeren? En zo ja, wie dan? Meneer Jonkans, meneer Geesink, meneer Rodemond, meneer Gelling, meneer Boshoven, meneer Brink. En zo waar, ja, iedereen wil daar eigenlijk het woord over voeren. Nou, dan beginnen we gewoon waar we net ook geëindigd zijn, bij de ChristenUnie. In dit geval bij mevrouw Hof. Ook toevallig uit Balkenbrug. Ja, inderdaad ook toevallig uit Balkenbrug. Wij grapten er in de fractie al een beetje over. Zouden wij nu ook vaker eerder aan het woord komen? Als eerste aan het woord komen? En het bewijst zich vanavond al. Dat is wel een beetje grappig. Ik heb een korte vraag over de kaderbrief. Op de zogenaamde reservelijst. En ik realiseer me dat die misschien niet een hele belangrijke status heeft. Maar er wordt een aantal fietspaden genoemd. En nu las ik in de krant dat er vanuit Eihorst, dat in Eihorst een fietspad wordt aangelegd. En dat houdt op bij de grens van de gemeente Hardenberg. En de overbrugging zeg maar, naar de grens van de gemeente Hardenberg of naar het eerstvolgende fietspad dat daarop aansluit is ongeveer 1300 meter. Nog geen anderhalve kilometer. Het is eigenlijk zo jammer dat dat niet wordt doorgetrokken. Dus mijn vraag aan de wethouder is eigenlijk, kan hij iets meer zeggen over plannen aangaande fietspaden en dan met name in relatie tot toerisme, bereikbaarheid en bewegen? Dat lijken mij drie hele mooie onderwerpen. Dus als hij, en het hoeft niet per se alleen over dit fietspad te gaan, maar als hij wat meer kan zeggen over of hij daar ideeën over heeft, horen wij dat graag. Dank u wel. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vernam dat er eind deze maand een nationaal klimaatakkoord wordt verwacht. Dat zal weer uitgewerkt worden in regionale energieakkoorden. Ik heb ook gezien dat de Europese Unie een aantal beslissingen daarover heeft genomen. En ik ben even benieuwd wanneer het college verwacht ons daarin kunnen meenemen. Wat dat allemaal voor onze doelstellingen gaat betekenen. Meneer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet even op het scherm kijken, want mijn lampje doet het niet. Dus vandaar. Ook een paar vragen naar aanleiding van de kaderbrief namens CDA. Wij begrijpen dat deze kaderbrief van lijst arm is, maar we toch graag een paar accenten aanleggen. En ook een paar vragen stellen. Allereerst, de eerste vraag gaat over duurzaamheid. Meneer Stelpstra, die refereerde daar ook al een beetje aan. Gemeente Hardenberg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. En dan gaat het met name even over de laadpalen. Als je kijkt naar de begroting van 2018... daar staat in dat er in de komende 4 jaar ongeveer 68 laadpalen in de gemeente zouden worden geplaatst. Tot dusver zien wij vooral laadpalen hier in het parkeergarage van het gemeentehuis.
En we zijn even benieuwd in hoeverre de uitrol daarvan gaat komen in 2019. Want bijvoorbeeld in andere parkeergarages in Hardenberg zien we ze nog niet terug en we krijgen daar wat vragen over. En zoals je ongetwijfeld weet, wordt de aansluitplicht voor gas met ingang van 1-7-2018 omgezet in een aansluitverbod voor nieuwbouwwoningen door de wet voortgang energietransitie. En we zijn even benieuwd of het college daarvan op de hoogte is en hoe men hier tegenaan kijkt. Dan voorzitter, de regio-deals. Veel over gezegd ook in het nieuws en ook vanuit de provincie. Vanaf 8 juni kunnen regionale partners met voorstellen zich melden bij het ministerie van LNV, voor de kennis onder u, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het kader van de zogeheten regio-deals. En mijn vraag is of het college bekend is met deze regio-deals en of men bereid is zich hiervoor in te spannen. Want de regio-deals zijn echt bedoeld om de regio's in Nederland te versterken. En daar is vanuit de regering budget voor, dus was ik even benieuwd naar. En vandaag hebben wij een brief gekregen die ging over glasvezel van inwoners die wonen in de grensgebieden van onze gemeente. Daar ontstaan wat problemen. In 2014 heeft toenmalig wethouder, de heer Jansen, toegezegd dat hij in het college bespreekbaar zou maken of de leesjes van die glasvezel in het buitengebied, of die door de gemeente Hardenberg op zich genomen zouden kunnen worden. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd of daar met die toezegging destijds iets gebeurd is. En zo ja, wat dan? En daarop volgend zijn we wel even benieuwd. De brief die wij kregen ging volgens mij over een zestal aansluitingen. En ik zou wel graag willen weten van, zijn er nog meer aansluitingen die mensen raken en die niet gerealiseerd kunnen worden? Want glasvezel in het buitengebied is wel een belangrijk punt. En we zijn even benieuwd resumeren van over hoeveel aansluitingen hebben we het eventueel en wat zou het dan gaan kosten. En daarnaast ben ik dus even benieuwd naar die toezegging van wethouder Jansen destijds, wat de status daarvan van is. Een bruggetje van het glasvezel naar het openbare wifi. Van het CDA hebben we dat al vaker is ingebracht, ook omdat de subsidie voor beschikbaar is vanuit het Brusselse. Ik ben even benieuwd wat de status van is of Hardenberg ook verder is gegaan met die openbare wifi-kanalen. En of er ook een aanvraag is gedaan voor subsidie. Dat is ons op dit moment niet bekend. En het laatste punt voor deze eerste termijn, voorzitter, gaat over de inclusieve samenleving. Daar hebben wij dit jaar echt mooie stappen in gezet. Ik zal niet herhalen waar het allemaal toe geleid heeft, maar goed, u heeft ons allemaal wel kunnen zien. Maar goed, nu Hardenberg tot een van de koplopergemeentes behoort, willen wij hier wel graag mee verder. En ons bereiken berichten dat budgetten soms wel eens tegen elkaar aanschuren. We hebben als raad gezegd, het geld voor werken aan een inclusieve samenleving moet komen uit het programma zelf. Nou, daar staan we nog steeds helemaal achter. Maar ja, voor het organiseren van een symposium, het uitronden van een PR-campagne, is soms wel eens wat regiegeld nodig. En ik zou eigenlijk wel willen vragen, en die vraag stel ik ook namens mevrouw Kloekos van de PvdA, die hier vanavond helaas niet is. Of het college een overweging heeft om toch daar een klein budgetje voor op te stellen. En daar wil ik het wel graag even bij laten. Ja, dank u wel. Meneer Boshover, GroenLinks. Ja, dank u, voorzitter. Een beleidsarme kaderbrief, wat wij kunnen begrijpen. Het coalitieakkoord nog niet financieel vertaald. Toch ligt er nog wel enkele vragen bij onze fractie. Participatie is ontzettend belangrijk. Dat komt ook terecht naar voren in het coalitieakkoord. En wij vragen ons wel af hoe de portefeuillehouder de lange termijn ziet in de participatie van belangengroepen, plaatselijke belangen en ook aansluitend op de inspreker van vanavond. Daarnaast gasloos werd al genoemd in de vorige bijdrage. Dat gaat over nieuwbouw. Daarnaast komt er ook een opgave vanuit het Rijk om bestaande woningen van het gas af te krijgen. Het lijkt ons dat wij als gemeente met gasvelden daar voortouw in moeten nemen om te laten zien hoe het kan en om woningen actief van het gas te laten. Ik hoor graag daar iets over. En dank voor het vragen naar de fietspaden. Dat sluit aan bij mijn schriftelijke vragen inderdaad.
Dus ook fijn als hier en daar nog even een korte reactie op kan komen. Tot zover. Meneer Gerenk, VVD. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de vragen van de VVD zijn wat algemener, want de kaderbrief op zich, daar kunnen we vrij kort over zijn. Daar stond volgens mij eigenlijk niets in. Dat was nog bij het ontbreken van het doorrekenen van de plannen die hier liggen. En daar wil ik dan graag even naartoe, want de VVD zou graag bij de behandeling van de kadernota wat vergezichten geven ter zake de dingen die wij graag uitgewerkt zouden willen zien. Om te weten hoe groot die ruimte is, is het wel van belang voor ons om in ieder geval de financiële ruimte te kunnen bepalen. En dan wil ik toch even terug naar het kader waarop we verder moeten, en dat is het coalitieakkoord. Want daar zien wij telkens dat u wat voorsorteert, en in de kaderbrief ook, op een weerstandsvermogen van 24 miljoen. Dat vindt u genoeg, schrijft u een aantal keren. En trekken wij daaruit de conclusie juist dat u voornemens bent om de reservepositie af te laten nemen met 14 miljoen? Dus met andere woorden, verlaat u de uitgangspositie dat er meerjarig sprake moet zijn van een structureel begrotingssaldo, omdat er nu al immers in de cijfers zoals die nu liggen sprake is van een negatief saldo van ruim 6,5 miljoen. Zijn we dus benieuwd waar u denkt überhaupt ruimte te vinden voor grootse gedachten, dan wel uitwerking van allerlei zaken die nu liggen. Ten meer dat u ook in uw coalitieakkoord schrijft, en dat juichen wij toe, dat u uitgaat van een gelijkblijvende belastingdruk voor onze burgers. En voorzitter, begrijp ik dan ook goed dat alle uitgaven in het coalitieakkoord, ik zal ze niet allemaal noemen, ik heb ze natuurlijk voor mij liggen, maar nog niet mee zijn genomen, terwijl we al tegen een begrotingstekort, laat het zomaar noemen, van 6,5 miljoen euro aankijken. En met name de BOH die daar nog zit, maar goed, daar gaan we uw gedachten over. Dan moeten er nog wat onderzoeken plaatsvinden die volgens mij ook heel wat geld gaan kosten. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, wat is uw inschatting dat dat ongeveer gaat kosten? En ook het parkeren, voorzitter, daar willen we weer een onderzoek voor doen. Volgens de fractie van de VVD zijn die onderzoeken al wel geweest. We hebben al een uitgebreide presentatie gehad hier van de Stichting Centrum Management. Dus wordt het niet gewoon eens tijd om dat te implementeren? U weet wat het kost. En de vraag is heel centraal, wat bent u nou precies bereid om daarvoor uit te geven? U wilt wat vragen van de ondernemers. Maar het begint denk ik met de gedachte om uw eigen budget daarbij eens te onderzoeken. En dan een stationsomgeving, voorzitter. We hebben het daar vaak over gehad. U reageerde daar althans de CDA en de ChristenUnie wat kriegelig op. Maar de vraag is nu van ons hoe die investering eruit ziet in relatie tot de brief die wij nog hebben gekregen van het college van 10 april. Ik zal daar bijvoorbeeld niet op uitweiden, maar ik ben heel benieuwd wat u daarvan vindt. En dan heb ik nog de energietransitie, voorzitter. De VVD heeft zich in verschillende debatten uitgesproken voor 100% duurzame energie. En wij zien in uw akkoord wat gedachten over uitwerking die er moet plaatsvinden. Dat wil u voor 1 april doen. Wij zouden graag willen weten wat u nou precies gaat doen, alvorens wij in de kadernota onze ideeën over de energietransitie kunnen uitwerken. En dan tot slot, voorzitter, de zondagopenstelling. En die combineert dan even aan de uitvoering van hetgeen in uw programma staat. Want u hebt in uw coalitieprogramma en de inspreker net, die refereerde daar al aan, eigenlijk staan dat u graag wil naar een raadsagenda, dat u wil naar initiërende en stimulerende rol van de gemeenteraad. De gemeenteraad plaatst zich aan de voorkant van het proces en gaat u zomaar door. En hoe verhoudt zich deze uitgangspositie met uw besluit tot het openstellen? Omdat in mijn beleving, als ik de programma's er nog eens goed bij pak, 27 van de 33 raadsleden voor een ruimer kader waren voor zondag openstelling. En is dan het besluit wat u uiteindelijk genomen heeft, is dat dan het vraaggerichte werken waar u het over heeft op pagina 14... Waarom zijn de ondernemers en de Stichting Centrum Management dan niet voorafgaand betrokken bij deze besluitvorming? En waarom heeft u niet gereageerd op de brief die zij nog gestuurd hebben daarvoor? En is dat, voorzitter, het faciliteren in plaats van het initiëren? Daarbij worden de kernen uitgesloten, Balkbrug, Slagharen, de Krim, Gransbergen en Bergentheim van uw voorstellen. Dat past ook niet echt in het leefbaar houden van de kernen en in een gezonde concurrentiepositie. Dus zou u niet verstandig zijn en de afspraken ter zake de zondagopenstelling te willen heroverwegen? In eerste termijn, voorzitter, wil ik het daarbij laten. Nou, dat was bijna niks. Meneer Stelstra, u wilt even reageren. Dank u wel, voorzitter. Ik was even benieuwd of de heer Gelling ook het begeleidend schrijven bij deze stukken heeft gelezen. Dat er geen uitwerking van het coalitieakkoord in deze kadernota zit. En dat deze te verwachten is bij de begroting. Ik zou zeggen, als ik de vragen interpreteer, maar dat kan ook aan mij liggen, dan wordt er heel veel aangestuurd op een uitwerking van het akkoord die hier niet in zit en dus later komt. Ik vind het wel aardig om even met de heer Gelling wellicht over de inhoud van het akkoord te spreken, maar ik denk niet dat dat via het college moet, want die geven weer uitvoering aan het akkoord. Dus ik ben nog een beetje zoekende in deze discussie.
hoe we dit goed vorm gaan geven. Dus wellicht moeten we even gaan schorsen, want dan kunnen we, als we inhoudelijk over het akkoord willen spreken, kunnen wij met elkaar in gesprek gaan. En over de uitvoering kan u met het college in gesprek gaan. Ik hoor eigenlijk twee vragen. De vraag of meneer Gelling iets gelezen heeft en de vraag of u wilt eventueel schorsen. Nou ja, ik begrijp dat de heer Gelling die vraagt een heroverweging van de inhoud en dat soort zaken. Nou, dat zouden we, het akkoord is van de raad, zou ik maar zeggen. Hè? En het college zijn de uitvoerders, dus dan zouden we daar met elkaar over hier in de raad moeten spreken. Meneer Gelling. Voorzitter, ter zake vraag 1 kan ik duidelijk zijn dat het ja, ik heb het zeker gelezen. Het was niet zoveel om te lezen, meneer Stelpsa. Het waren 3 pagina's met hoofdzakelijk wat algemene dingen. En dat heb ik gedaan. En nee, twee is eigenlijk, ik probeer even antwoord te geven op je vraag. Twee is dat alvorens je kan kaderen wat je graag zou willen zien, het wel van belang is om te weten hoeveel ruimte er nog is om te kaderen. En een groot deel van de vragen, met uitzondering wellicht van de laatste, betreft eigenlijk de kaders. Hè? Want wat is de financiële ruimte? Vindt u inderdaad dat weerstandsvermogen terug kan naar 24 miljoen of niet? Hè? Hoe zit het met het begrotingssaldo? Wat vind je daarvan? Moet dat structureel, incidenteel of uiteindelijk sluitend zijn? En dat bepaalt allemaal de ruimte die er uiteindelijk is. We kunnen volgende week hele grote gedachten hebben over allerlei zaken die nog moeten gebeuren. Maar als ze zeggen, ja, er is geen ruimte, dan kunnen we ook niet alleen de kaderbrief heel kort houden, maar ook de kaderstellende vergadering heel erg kort houden. Ja, voorzitter, als ik even mag reageren. Ik denk dat u op het einde een goede suggestie geeft. Het kan heel kort worden. Want er is nog geen uitwerking van het coalitieakkoord. Dus, en we weten niet wat effecten, en die zullen we pas bij de begroting zien en met elkaar delen en dan bespreken. Dus anders hadden in deze stukken al het antwoord op uw vragen gezeten. En ik heb in de begeleidend schrijven van deze kadernota gelezen dat hier geen uitwerking in zit en dat we die bij de begroting zien. Dus vandaar ook even mijn vraag of u het begeleidend schrijven had gelezen. Die vraag is inmiddels beantwoord volgens mij. Wat mij goed lijkt is dat we zo meteen het college even laten reageren en dat we dan in tweede termijn eventueel, mocht er nog vragen zijn, daarop terugkomen. Ja? Voor zover eerst genoeg, meneer Gelling? Zeker, dank u wel, voorzitter. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Veel van de vragen zijn gesteld, veel van de opmerkingen zijn ook gemaakt. Laat ik het even bij algemeenheden. Met in ieder geval een vraag aan het college om in ieder geval wel, ook al is dit een beleidsarme notitie, wat erop lijkt dat we dan ook nog even moeten wachten op verdere uitwerking tot ver in het najaar, op te blijven letten op de, wat zij zelf noemen in deze kadernota, op pagina 2, forse opgaven. Een opsomming was bijvoorbeeld het sociaal domein, toekomstbestendig wonen en de klimaatdoelstellingen. Wat onze fractie betreft zit hier wel een hoge mate van urgentie op, zodat we niet kunnen blijven steken in allerlei onderzoeken en pas volgend jaar eens een keer aan de slag te kunnen gaan. Ik roep en het college, maar ook onszelf op om wel daar scherp op te zijn, zodat we ook dingen gaan doen in deze gemeente. Daar wil ik het voor nu even bij. Oké. Overigens voor de mensen die net inschakelen, op het moment dat mijn microfoon geschakeld wordt, kom ik niet in beeld. Overigens is dat denk ik voor iedereen ook het beste. Maar dit geheel terzijde laat ik hem zelf maar maken voordat u het doet. Maar daar wordt aan gewerkt, technische storing. Op koers voor nu, Eddie Geesink. Dank u, voorzitter. We hebben kennis genomen van de kaderbrief en we hebben een aantal vragen hier nog over. Voor de parkeerinstallatie staat een investering van 1.155.000. Er gaan diverse onderzoeken plaatsvinden naar de effecten van het betaald parkeren en wat zo gesproken over eventueel afschaffen gedeeltelijk. Kunt u uitleggen waarom nu al een behoorlijk bedrag begroot wordt voor parkeerinstallatie terwijl het onderzoek nog moet plaatsvinden? Verder voor het nieuwe beleid staat bijvoorbeeld de vouw van Citadel €41.000. En dan kijk ik een regel verder, staat de posten renovatie gebouwen, een bedrag van €641.000 zonder omschrijving. Dus graag zou ik dit uitleg hierover wat dit betreft. Verder hebben we nog een puntje wat eigenlijk een beetje aansluit bij de heer Gelling. Dus ik zal de discussie niet weer verder op willen raken, maar ik wil het toch eigenlijk even noemen. De bijlage, de begroting in de ene oogopslag was eigenlijk het belangrijkste wat mij opviel van het stuk. Dat wij gaan van een winst in 2017 van 10,8 miljoen naar een begroot verlies van 6,3 miljoen. En dat is nog zonder de financiële doorrekening van de coalitieakkoord en de ontvlechting van de BOA.
Dus ik wou in ieder geval de bezorgdheid hierover uitspreken. Dank u. Dat heeft u dan bij deze gedaan. En meneer Jonkans, Partij voor de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Bij de begroting, bij de behandeling van de begroting in 2017 heeft wethouder Jansen in een reactie op een ingetrokken motie van PvdA en D66 toegezegd te proberen de parallelweg langs de N34 van Hardenberg aan de Witte Paal bij de provincie op de kaart te krijgen als hoogwaardige fietsroute en in aansluiting hierop knelpunten en mogelijke verbeterpunten te inventariseren van fietsroutes in Hardenberg die hierop aansluit. Er is toen ook aangegeven dat er tegen de zomer een notitie zou komen om aan te geven van nou, wat gaat dat worden, hoe gaat dat eruit zien. Wij willen eigenlijk wel graag de financiële uitwerking van die knelpunten en de oplossingen daarvan zien. Hoe staat het daarmee? En voor de rest had ik nog een paar vragen, maar die zijn al gesteld en dat vind ik altijd flauw om dat nog een keer te doen. Het gras is gemaaid wat dat betreft. Ik kijk nog even naar 50+, want de griffier zit in mijn gezichtsveld, dus ik heb het niet helemaal goed gezien. Maar meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoor nu net een opmerking over de lijst met aanvullingen. Maar naar mijn idee is die niet van toepassing. Tenminste, dat heb ik ontvangen. Oké. Okay. Onder andere is het parkeerbeleid, om dat te zeggen. Ja, dat klopt. Ik refereerde er nog aan, want hij zat aanvankelijk wel bij de stukken, maar hij is daar niet meer van toepassing. Dat klopt. Akkoord. En verder, ja. Alles is weggemaaid. Al het gras weggemaaid. wel ecologisch. Over een maand. Goed, zullen we eens even kijken naar het college. Heer Breukeman als eerst. Even korte schorsing. We gaan even 10 minuten schorsen. We kunnen even een kopje koffie drinken. En dan komen we dan terug met de beantwoording van het college. Ja. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En wij waren gebleven bij de vraag wie van het college als eerste ons te woord zou staan. En dat is inderdaad de heer Breukeman. Dank u wel, voorzitter. De kaderbrief 2019, een beleidsarme document wat voor u ligt. En waarin u toch de nodige vragen heeft gesteld. Dank daarvoor. Eerst even over de financiële lijn. Hè. Inderdaad een beleidsarme kadernota die voor ligt. Omdat de uitwerking van het coalitieakkoord, daarvan hebben we gezegd dat gaan we vormgeven rondom de begroting 2019. Hè. Dus ook de zaken die in het coalitieprogramma genoemd worden, die zult u verder uitgewerkt zien. Ik geloof zo eind oktober dat die stukken aan u verzonden worden. Wat daarbij wel van belang is, zeker als we kijken naar zeg maar, de ruimte die daar wel of niet in zit, is de uitwerking van de meicirculaire. De meicirculaire hebben we inmiddels ontvangen. We zijn daar druk mee aan het rekenen met wat is daar de ruimte, wat is daar wel of niet in. Dus die uitwerking daarvan, die kunt u ook DZT tegemoet zien. Een ander belangrijk aspect als het gaat om de financiële ruimte voor de gemeente, dat is het IBP, het interbestuurlijke programma. De deal, althans zoals die voor ligt tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Rijksoverheid. Volgende week is het VNG-congres, dan zullen we daarover spreken. En die uitwerking van het IBP is wel degelijk van belang, zeg maar ook voor de herverdeling in het gemeentefonds en dus ook voor onze gemeente. Nou, wat proberen we daar als college zelf naast te doen? Want het zijn natuurlijk een aantal externe factoren waar we mee te maken hebben, die altijd van belang zijn op de financiële systematiek van onze gemeente. Maar wij proberen wel zelf te kijken van kan er ook in de organisatie, in de begrotingen zoals wij die nu voor ogen hebben, kan daar sprake zijn van oud voor nieuw beleid. Dat wil zeggen dat reeds bestaande middelen kunnen bijdragen aan nieuwe politieke ambities van uw raad. Dan even over de incidentele ruimte ook ten opzichte van de algemene reserve. Terechte vraag van de heer Gelling om dat bedrag van 24 miljoen. Misschien dat de tekst van het coalitieakkoord u daar enigszins op het verkeerde been heeft gebracht. Omdat u het zo moet zien dat
Wij zeg maar, de som van de totale risico's beschouwen als de omvang van 24 miljoen, die wij graag zouden willen afdekken met factor 1,4. U heeft daar ook in de jaarstukken de tabel van gezien, die onder andere door de Universiteit Twente is vormgegeven. Het is wel zo dat, zeg maar, we hebben gezegd, in het begin van de periode beschouwen we die 24 miljoen als de som van de totale risico's. We gaan wel kijken of we door middel van beheersmaatregelen, of dat die 24 miljoen moet blijven, of wat daar nog aanpassingen al dan niet op moeten worden doorgevoerd. Dan even, blijf ik even bij de lijn van financiën, want er zijn ook een aantal vragen gesteld op zeg maar inhoudelijke portefeuilles, maar die raakvlakken hebben met financiën. En dat zijn geloof ik ook twee vragen van de fractie van Op Koers. Als het gaat over zeg maar, het parkeren, de vervangingsinvestering die staat opgenomen onder het jaar 2020. Ja, daarvan zeg ik dan vanuit de portefeuille financiën. Als wij verder gaan met het bestaande beleid, zoals we dat nu in deze gemeente voeren, dan betekent dat dat u in 2020 een vervanging van de installaties tegemoet gaat. En in die zin blijft die ook in de begroting opgenomen, tenzij dat daar tussentijds een besluit komt van uw raad die een verandering inhoudt van de parkeersystematiek. Dan zou dat ook zo'n gevolg hebben voor de financiën, maar zolang daar geen besluit onder ligt, is het zeg maar, vanuit de financiële systematiek wel van belang om die vervangingsinvesteringen daar gewoon in te borgen. Een andere toch redelijk technische vraag, voorzitter, als het gaat om de renovatie van gebouwen en over de verschillende bedragen daarover. Ja, dat is zeg maar de financiële systematiek zoals we dat in gemeenteland gewend zijn te doen. Namelijk het investeringsbedrag is een bedrag van 641.000 euro. En die wordt vervolgens vertaald naar de verschillende jaarlasten. Te beginnen met de 14.000 die u noemde in 2019 en dan oplopend in de komende jaren. Dan, voorzitter, zijn er nog een aantal vragen die raken aan een andere inhoudelijke portefeuille. Dat is bijvoorbeeld het gasloze bouwen. Die raakt zowel aan duurzaamheid, maar ook aan zeg maar, de programmalijn wonen en bouwzaken natuurlijk. Daar hebben we ook in het college druk over gesproken. Natuurlijk wet en regelgeving die op redelijk snel tempo op ons afkomt. En daarvan hebben we in het college eigenlijk gezegd, die maatregel die ingaat op 1 juli. Wij hebben ook de ambitie om snel mogelijk toe te gaan naar het aardgasloos bouwen. Dat is ook een ambitie die in ons coalitieprogramma verwoord is. Dus mooi om daaraan vast te houden. Het is wel zo dat er vanuit de praktijk een aantal voorbeelden zich voordoen die zeg maar, tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 toch in grote problemen zouden komen met financiering. Als je nu heel stringent zou zeggen, we gaan absoluut op 1-7 die maatregel invoeren. Dus we hebben wel gezegd, nou ja, voor problematische gevallen gaan we daar te kijken hoe we daar uitkomen, wat daar een overgangsregeling voor moet zijn. Dat is overigens ook een regeling die de minister nog aan de gemeenten zal toesturen. Voor onze eigen projecten geldt natuurlijk dat we zoveel mogelijk proberen om dat aardgasloos bouwen te stimuleren. Dat mogen helder zijn. Rest mij nog een vraag over van het CDA over de wifi in de centra, vanuit de centrumontwikkelingen. De eerste termijn voor gegadigden om zich in te schrijven voor de Europese subsidie, die is verstreken in de week dat de colleges hier ook van plek gewisseld hebben, oud voor nieuw. In die zin kunnen we niet meer deelnemen in die eerste tranche van de Europese subsidie. We gaan wel ook met de middenstanders hier in gesprek om te kijken, nou, is die behoefte er? Want we verwachten dat er nog een tweede tranche zal komen. En wellicht dat we daar dan wel gebruik van kunnen maken. Voorzitter, daarmee heb ik volgens mij in eerste termijn de vragen die mij raken behandeld. Dank u wel. Ik zie meneer Gerling de vinger opsteken. Ja, voorzitter, mag ik één verduidelijkende vraag? Ik moest even rekenen naar aanleiding van de opmerking van de wethouder. Ter zake het weerstandsvermogen. U zegt 24 miljoen is het bedrag en daar een factor 1,4 op. Dat moest ik even uitrekenen, maakt dus 33,6. In de huidige plannen is het weerstandsvermogen 38. Dat betekent dat u nog 5 miljoen voor uzelf aan ruimte reserveert voor de komende 4 jaar om al uw plannen mee af te dichten dan. Ja, voorzitter, daarbij merk ik wel op dat de heer Gerling alle opmerkingen die ik gemaakt heb over de uitvoering van circulaires van interbestuurlijke programma's niet in die beschouwing meeneemt. Nee, maar dat is juist. Die komen er vanzelfsprekend in, maar uitgaan van de huidige cijfers en dan gecorrigeerd met uw circulaires en andere aanvullingen.
blijft het principe in ieder geval dat u factor 1,4 op 24 als ondergrens voor weerstandsvermogen aanmerkt. Tenzij u nog beheersmaatregelen kan treffen die de Monte Carlo simulatie veranderen, maar dat wil u voelde eigenlijk. Het antwoord aankomen. Ik voelde het aankomen, inderdaad. Meneer Stelstra. Goed, even een kleine toevoeging, want wij hebben ook nog gesproken over de onbenutte belastingcapaciteit. Dat staat ook in het coalitieakkoord ten aanzien van het weerstandsvermogenbepaling. Dus daar zit wellicht nog wat meer ruimte in. Ja, maar die past dan niet helemaal met uw opmerking dat u de belastingen niet gaat verhogen. Dat is een beetje een schijnrekengrootheid dan. Nee, dat is niet een schijnrekengrootheid. Dat is een waardebepaling, hè, van in hoeverre je de belasting nog zou kunnen verhogen. Dat bedrag nemen we ook mee in onze in het weerstandsvermogen ten aanzien van de risicoberekening in de factor 1,4. Maar het wordt een hele technische discussie, maar dat is wel even het complete plaatje. Ja, voorzitter, als ik daar een kleine toevoeging op zou mogen doen, wellicht ter geruststelling van de plannen van de heer Gelling. Als je kijkt, zeg maar, wat in onze gemeente het belastingniveau is en wat, zeg maar, door hoge overheden wordt aangemerkt als wat is nou een redelijk peil voor die belastingen. Hè? En dan zou je kunnen zeggen, dan zit daartussen nog een stukje onbenutte belastingcapaciteit. En er zijn gemeenten die dat meenemen in hun weerstandsvermogen op allerlei verschillende wijzen. Wij hebben gezegd, wij gaan die onbenutte belastingcapaciteit incidenteel meenemen in de vorming van ons weerstandsvermogen. Voor mij is een eerste schatting dat we er ongeveer op 1,1 miljoen uit zullen komen, maar daar kom ik graag bij de uitwerking van de begroting op terug. Helder. De heer Teriet Stap. Dank u wel, voorzitter. Na deze financiële uiteenzetting bleven er nog een paar inhoudelijke vragen over in deze toch wel beleidsarme notitie, waarin we die met name betrekking hebben op mobiliteitsvisie en op economie. Ik denk dat het ook goed is om te schetsen waar wij, en wat ook in het coalitieakkoord is benoemd, hè, dat we met elkaar ook gaan willen werken aan een mobiliteitsvisie, omdat je dit heel vaak ziet, hè, verschillende vragen over verschillende wegen, fietspaden en dat soort zaken. Dus we willen nu ook met elkaar gaan werken. En daar zullen we heel voortvarend ook een start mee maken. Om een soort afwegingskader in die mobiliteitsvisie te gaan organiseren. Om ook die verschillende zaken met elkaar af te wegen. Dat neemt niet weg dat er ook gewoon actualiteiten zijn. De ChristenUnie noemt het fietspad bij Balkbrug. Hè. Vandaag is volgens mij de brief uitgegaan, ook naar aanleiding van vragen die over hetzelfde onderwerp gaan. Dus dat geeft wel enige duiding, maar het komt er in ieder geval hier wel op neer dat er goede verbindingen zijn. Dat wij op dit moment in ieder geval nog niet meegaan in die investering om die aansluiting nu al te maken. En dat we die, hè, zo'n investeringsvraag willen afwegen in de totale mobiliteitsvisie. Dat is ook even de brede scope, denk ik, waar u op doelt, is waar we dan aan willen gaan werken. Mevrouw Hof. Maar dat betekent dat u wel ook echt met een mobiliteitsvisie gaat komen? Absoluut. Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb een paar keer gehoord dat wij de uitvoerende instantie zijn van hetgeen in het coalitieakkoord is beschreven. Dus de kaders zijn volstrekt helder. Dus ik zou het niet durven om niet te komen met een mobiliteitsvisie, mevrouw Stelstra. Oh, de heer Stelstra, mevrouw Hof. Excuus. Maar een andere die toch ook wel in datzelfde kader wil ik wel even benoemen, is iets wat ook niet op zich laat wachten. Dat is het fietspad langs de N34-340, zeg maar. Een motie die is aangehouden, zoals u omschreef. Nou, er is in ieder geval in de provinciale staten is er wel ook een motie over aangenomen, hè, om toch te onderzoeken of daar een hoogwaardige fietsverbinding gerealiseerd kan worden. Het enige wat ik daar op dit moment over kan zeggen is dat daar heel erg hard aan gewerkt wordt. Dat het in ieder geval niet zijn beslag heeft gekregen in deze beleidsarme kadernota, kaderbrief. Maar dat die absolute aandacht heeft en ook in de lobby, ook weer richting de provincie, blijvende aandacht verdient. Voorzitter, mag ik even verduidelijken. Ja, die motie die is ingetrokken, maar dat was op basis van een toezegging van de wethouder toen. En het ging niet alleen over die parallelweg, maar ook op het hele, ik zou bijna zeggen, fietspadenweefsel in Hardenberg, wat daarop aan zou kunnen sluiten. Ja, daar wil ik toch ook wel even, die toezegging
die is in uitvoering. Hè. Die gesprekken die worden momenteel niet alleen dat wij met de provincie, maar dat doen we in gezamenlijkheid met Zwolle, Dalfsen en Ommen. Voeren we die nu die gesprekken over die totale verbinding. Gelijktijdig zit daar die opgave bij om ook aan te laten sluiten bij het station is geloof ik genoemd, bij het centrum in Hardenberg. Dat is waar we momenteel wel aan werken. En ik denk ook, en dan kom ik toch ook even weer naar die mobiliteitsvisie, om straks wel in een integraal afwegingskader te komen van de investering. We hebben net al een gesprek hier gehad over de ruimte die we überhaupt hebben om te investeren. Ik heb een heel erg de behoefte en in ieder geval de coalitiepartijen hebben er ook afgesproken met elkaar te zorgen. Kom nou eens met een visie waarin je ook die afweging onderling kunt maken. Onderling tussen fietspaden, dat kan voor de recreatieve sector zijn, maar het kan net zo goed zijn voor fietsnelwegen of iets dergelijks die toch voor woon-werkverkeer zijn. Maar het kan ook tussen een fietspad en een spoorverbinding. En tussen een spoorverbinding en een weg, een asfaltweg, zeg maar. Dus ik grijp daar toch ook wel eventjes weer terug op die mobiliteitsvisie die ons wel wat sturing moet geven op dit onderwerp ook. Neemt niet weg dat we nu, we worden het ijzersmeden als het heet is. Momenteel wordt er aan die 340 gewerkt. Dat we nu wel die gesprekken voeren om in ieder geval ook op dat deel aangehaakt te blijven. Een ander deel die toch wel wat in dat kader kan is de stationsomgeving en een brief die in april verstuurd is naar de raad toe. Hè. De heer Gelling die daar naar vroeg. Ik wil in ieder geval zeggen, ik wil bestendigen wat er in die brief staat. Maar ik wil ook nog eens een keer benadrukken dat wij het van groot belang vinden om wel door te gaan met die ontwikkeling in die stationsomgeving. Wellicht in een andere vorm dan dat we met elkaar in eerste instantie hadden gehoopt, ook gezien de daarbij behorende kosten. Maar gezien het de toenemende reizigersaantal, gezien de ontwikkelingen bij het ziekenhuis, zijn wij nog steeds van overtuigd dat we absoluut met de stationsomgeving aan de slag moeten. En een aantal zaken daar voor de korte termijn in ieder geval moeten realiseren. Waarin we op een zodanige manier willen doen dat we ook naar de toekomst toe en nog verder zouden doen. Moet ik nog een vraag stellen? Want was het nog tijdens het duidingsdebat, werd er nog wat, wat op gereageerd. Hè? Zo van, nou, het was een fantastisch plan, iedereen onderschreef dat, het was weinig even voor het betalen. U zegt dus, u ontschrijft dus de stelling in die brief wel dat zowel ProRail als NS nu al zeggen, nou wij trekken ons terug en ook de financiering, daar hoeven niet alle punten op te noemen in die brief staan, maar dat die financiering natuurlijk wel tamelijk alleen in staat. U past uw plan er zelfs zover aan dat ProRail en NS ook zeggen, nou hier, dit heeft niet onze voorkeur zoals het hier nu speelt. Dus u staat wel in uw plannen, en nu als gemeente, u wilt een brede toepasbaarheid van de stationsgebied, maar dat moet u wel echt helemaal zelf doen. Ik heb hier niet aangegeven dat wij vinden dat we het allemaal zelf moeten doen. Wat we nu gedaan hebben is dat wij een tussenstap hebben ingelast waarin we zeggen van dit voor de korte termijn met zekere urgentie, dat moet nu in ieder geval gebeuren, hè, met die tunnel daaronder. Of wij daar alleen staan, daar staan we niet alleen in. De provincie is in ieder geval ook partner hierin. Maar in die zin heeft het project stationsomgeving bij ons nog steeds die blijvende aandacht en zien we daar steeds nog een aantal opgaven die we in ieder geval voor de korte termijn ook zouden moeten realiseren. Maar voorzitter, nog even een laatste vraag. In ieder geval niet buiten de financiële kaders die net door uw collega-wethouder zijn gesteld. Dat is in ieder geval een constatering die we eerder gedaan hebben. Wij voeren niets uit buiten de financiële kaders. Als er een verruimd financieel kader nodig is, zou u de eerste aangewezen instantie zijn om daar iets over te vinden en om daar een besluit over te nemen. Dus het lijkt mij volstrekt helder dat het college niet buiten de financiële kaders uit. Ik kan vervolgen, voorzitter. En de andere had eigenlijk wat raakvlakken met economie. Daar heb ik ze toch even eens samengevat. Eentje, op een wat abstracter niveau, de regio-deals. De vraag of wij daarvan op de hoogte zijn. Nou, ik wil zeggen, sterker nog, daar participeren wij in. Hè, met name vanuit de regio Zwolle. Dus wij maken eigenlijk onderdeel uit van de aanbieding die wij daarin doen. Dus een volmondig ja daarin. En de andere, ten aanzien van de zondagsopenstelling, toch een iets wat meer lokaler karakter, kan ik u in die zin ook de voortvarendheid van het college wel benadrukken. Zeggen dat wij voor de zomer nog met een voorstel naar u toe komen. We hebben er vandaag een besluit over genomen ook in het college om daar verdere invulling aan te geven. Waarbij ik wel opmerk dat dat ook binnen de kaders, vastgestelde kaders van het coalitieakkoord plaatsvindt. Voorzitter, ik ga vannacht rustig slapen, merk ik alweer op. Dank u wel. Voorzitter. Als dat uw missie was, dan is dat in elk geval dan heel fijn dat dat u gelukt is. Ik ontken verder iedere andere gedachte over onze eventuele relatie in deze. Ja?
Voorzitter. Goed, dat, ja, laten we het inderdaad even bij de vergadering houden, meneer Rodemond. Wat u verder doet, dat vind ik prima. Meneer Brink. Ja, ik ben een beetje verslaafd, voorzitter, want mijn lampje doet het niet. En ik was altijd erg gehecht aan mijn lampje. Dan dacht ik, nou, dat is het teken dat ik ook mijn mond open mag trekken, zeg maar. Maar goed, het lampje doet het niet, dus ik kijk nu naar mezelf. Maar word ik ook niet zo blij van, maar goed, ik zie mezelf wel in beeld. Maar goed, los ervan, ik was even benieuwd, want ik weet dat u vandaag een besluit heeft genomen over de zondag. Kunt u ook duiden wanneer wij dat voorstel gaan krijgen? Is dat deze week nog, bijvoorbeeld? Ik kijk even naar de griffie in en wat de snelheid is dat het voorstel, de behandeling is voorzien, de besluitvormende behandeling 17 juli. Ik kijk even naar de griffie, hoe de stuk... Ja. Donderdag wordt het verzonden, oronde 17 juli. En dan nee, in 3 juli. Ja. Schrijf was hier niets bij, hè. Dank u wel. Allemaal vragen tegelijk. Ik hoorde meneer Geesink als eerste roepen en dan meneer Gelling. U zegt 17 juli komt het in de raad. Is dat niet een beetje erg laat voor de winkeliers om nog actie te ondernemen? Als de besluitvorming er is. Tenminste, ja. Even uitgaande dat zij open willen in de periode van de vakantieperiode. Nee, dat is niet erg laat. We voeren op dit moment ook de gesprekken met de ondernemers. Zodat we de ruimte geven, uiteraard onder voorbehouding van besluitvorming van de raad, om daar wel op te kunnen anticiperen. Ja, oké, maar zij dienen nog inderdaad personeel in te zetten. Ze dienen reclame te maken om acties eraan te verbinden. En daar hebben ze ongeveer 2 weken voor dan. Nee, maar dat is de reden wat ik aangeef, dat wij nu al ook in gesprek zijn met de ondernemersvereniging, om juist ook hierop te kunnen anticiperen. En voor het overige, wij lopen een traject door waarin wij de raad in positie brengen, want u bent in positie. Het gaat over de winkeltijdenverordening waarin u bevoegd gezag bent om te zeggen, daar wijken wij van af. Dus binnen dat kader zal ik toch met een voorstel moeten werken wat naar u toe komt. Dus dit is absoluut de snelst mogelijke route die we nu kunnen handelen. En omdat dat kort op elkaar zit, praten wij nu ook al met de vertegenwoordigende instanties om te zorgen dat zij ook in deze fase zijn aangehaald. Meneer Gering. Ja, voorzitter, ik hoor de wethouder zeggen dat er overleg plaatsvindt met de ondernemers. Nou, dat is in ieder geval prettig. Ik begrijp dus, mag daaruit constateren dat ondernemers het ook met u eens zijn, hè, met uw voorstel kunnen werken. En heeft u ook met alle ondernemers gesproken, dus ook met de kernen die ik net genoemd heb, Balkbrug, Slagharen, Gansbergen, Bergentheim, zijn die ook betrokken bij uw besluitvorming? Want die vinden er ook wel iets van wat daar ligt. Ja, voorzitter, ik heb het voorstel nog niet in de raad liggen. We behandelen nu het raadsvoorstel. Ik kan u aangeven dat het raadsvoorstel op al deze zaken ingaat. Maar ik geef u er ook bij aan dat het raadsvoorstel exact invulling geeft zoals we het en u hebt het goed gelezen, heeft u aangegeven, in het coalitieakkoord zijn omschreven. Dat is het kader waarin we werken. We lopen daar, in die zin loop ik daarop vooruit, zeggen we, maar laten we, omdat we ook de ambitie hebben om in 2018 al open te gaan en we niet met iedereen gesproken kunnen hebben, spreken we nu met vertegenwoordigers zowel uit Deduswaar als uit Hardenberg, gezegd vanuit de business, ik vind altijd centrummanagement en zowel vanuit Deduswaard als Hardenberg, om te zeggen van nou kom dan tot die 3 zondagen al in de zomer. Dat doen we dus en dat is even het andere spoor met uw toestemming, want dit is gewoon waar het voorstel over gaat. En vervolgens gaan wij vanaf september exact op de wijze aan het werk gaan met alle partijen in gesprek, zoals u ook suggereert. En dat kan ook eventueel buiten deze 2 kernen liggen. Om te vervolgens zeggen onder welke voorwaarden, hoe gaan we dat precies invullen en hoe gaan we het evalueren. Ik wil het niet al te spannend maken, want het is exact de tekst die u ook kunt lezen bij wijze van spreken in het coalitieakkoord. We moeten nog 2 dagen geduld hebben, dan staat het in het RIS. En dan kunnen we daarna er een discussie over gaan voeren in de oriënterende ronde waar het dan geagendeerd is. En dat lijkt me ook de plek waar we dan even deze discussie gaan voeren. En daar zien we denk ik met z'n allen naar uit. Maar het lijkt me voor nu wel even genoeg. En dat we ons weer even terug naar de kadernota. Meneer Bruinsma? Ja, meneer Bruinsma. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had ook een paar vragen mogen noteren hier. De eerste vraag was van de heer Stelstra. Klimaatakkoord. Ja, als het is afgesloten, dan druppelt dat door naar de regio. Dus wij weten wat de doelstellingen daarvan zijn, gaan we naast onze eigen doelstellingen neerleggen. Gaan we bekijken. Dan komen we er bij u op terug. En natuurlijk aan de raad wat hieruit komt. Oh, u bent daar al op aan het voorsorteren. Ja. Okay.
Dan hadden we nog een vraag van de heer Brink over laadpalen. Laadpalen, nou, we hebben heel toevallig vorige week daar een collegebesluit over genomen voor de laadpalen. We hebben toevallig gisteren ook een bespreking gehad met plaatselijke belangen. Dus laadpalen, dat loopt. Dan nog een vraag, geloof ik ook van u, van de glasvezel. Wij hebben ook kennis genomen van de brief. Wij gaan die brief bekijken. De toezeggingen willen we ook even bekijken van de voormalige wethouder. En als u een beetje tijd heeft, dan kunnen we het uitzoeken en kunnen we daar op anticiperen. Ja, voorzitter, mag ik daar één aanvullende vraag over stellen? Want de brief die wij ontvangen hebben, die geeft ook een termijn aan van 2 weken. Nou, dat lijkt mij vrij vlot. Maar waar het mij wel om gaat, is die mensen hebben een serieus probleem. We hebben ook als raad gezegd, we vinden de vitaliteit in het buitengebied heel belangrijk. Daar hoort internet zeker bij. Maar is voor iedereen ook mogelijk? Want ik kan mij zo voorstellen, hè, we hebben het nu over 6 inwoners. Die wonen in een grensgebied, daar zijn er meer van. Is het dan ook mogelijk om ook eens een overzicht aan te leveren van nou, hoeveel procent is nu nog niet aangesloten? En stel je voor, je zou, en ik zeg natuurlijk, stel je voor, je zou tegemoet willen komen in leesjeskosten, wat doet dat dan? Ik zou daar wat meer inzicht willen hebben. Juist ook omdat we als CDA-fractie, en er waren meer partijen hier in dit huis die zich daarvoor hebben ingespannen, om ook juist die mensen die nu nog niet zijn aangesloten, om die toch te kunnen aansluiten. Dus u zou mij wel erg blij maken als ik daar wat meer inzicht in zou kunnen krijgen. En daarmee mijn fractie sowieso. Ja, dat is een mooie vraag. Wij gaan dat natuurlijk ook uitzoeken wat er nog meer is hierop. Inderdaad, als 6 huishoudens zijn, misschien zijn het er wel meer. Willen wij inderdaad ook wel inderdaad een overzicht van maken natuurlijk. En dan is het inderdaad ook voor ons even uitzoekwerk. Wat zijn de mogelijkheden ook in de trant van die leesjes. Dan moeten we inderdaad wel op een ander moment hierop terug gaan komen. Ja, ik geloof dat ik zo door mijn vraag heen ben, voorzitter. Nou, voorzitter, mag ik dan nog even meneer de wethouder refereren aan de vraag die wij gesteld hebben? Want die was wat algemener. Ik zet mijn water aan de kant met uw instemming. Ik had nog veel verwacht. Voorzitter, dit betrof eigenlijk dat de VVD de grootste ambitie heeft uitgesproken in de verkiezingen, 100% duurzaamheid. En wij heel erg blij waren met u, specifiek u als wethouder voor duurzaamheid, omdat u een partij vertegenwoordigt die tot nu toe nog niet heel erg veel blijk gegeven had van de duurzaamheidsgedachte. Maar wel veel blijk gegeven heeft van een gezonde tegenstand tegen windmolens. Dus we zijn heel benieuwd wat u gaat doen. Ten meer omdat we lezen in uw coalitieakkoord dat u voor 1 april 2019 al met een heleboel dingen gaat komen, een heleboel oplossingen. Nou, wij hadden die ook, maar we willen graag weten wat u nou precies gaat doen in de komende 4, 5, 6 maanden. En ons gaat plezieren met grootse gedachten, want het energieakkoord, als dat breed is omarmd hier, dat ligt nog wel. En wij zijn een beetje bang dat als het u niet lukt voor 1 april, wat dan gaat gebeuren. Hè? Want u neemt in de paragraaf daarnaast al een klein voorschotje, dat u dan zomaar verder gaat met windmolens. En dat lijkt mij toch iets wat u in het bijzonder zou moeten voorkomen, maar waar wel heel veel goede ideeën voor moeten zijn. Dus u zou ons plezieren om even een klein doorkijkje te geven in wat er de afgelopen maanden alvast gebeurd is in uw agenda ter zake duurzaamheid. Ja, goed, duurzaamheid is een mooi begrip. Het leeft. Het wordt ook steeds duurzamer met z'n allen. Het Rijk is er ook mee bezig. Wij zijn er ook mee bezig. Ja, ik geloof dat ons coalitieakkoord hier ook wel heel duidelijk in is. Er staan inderdaad een aantal onderzoeksvragen open. Die gaan wij inderdaad beantwoorden. Daarnaast hebben wij geloof 25 september ook nog een hele infosessie over de pilotprojecten die nog lopen. Waaronder ook een aantal windmolenparken. Dat is wel wat wij ook doorgang laten hebben op dit gebied met de pilotprojecten. Daar gaan we met u over hebben. En natuurlijk de onderzoeken die komen ook. Dat gaat uitgezocht worden. En daar komen wij daar, als ze zijn uitgezocht, komen we bij u terug. Bij de raad. Ja, voorzitter. Nou, het is in ieder geval prettig om te constateren dat de duurzaamheid doorsijpelt en dat iedereen het ermee bezig is. Maar ik vind het toch weinig concreet. Terwijl die doelstellingen toch echt wel heel concreet zijn. En u schrijft nogal wat hier. Het zijn allemaal onderwerpen die ons in ieder geval erg aan het hart gaan, maar waar u toch wel heel wat moet doen. En de afgelopen jaren hadden we een wethouder die bijzonder met duurzaamheid betrokken was. En de stappen die hier gezet worden, zou u in de turbo moeten om dat te gaan doen.
Dus ik zou voor een volgende keer, ik wil u het leven niet gelijk zuur maken op de eerste behandeling, maar u zou toch ons en ik denk u zelf wel plezieren als u met iets concretere dingen zou komen, maar dat het een goede gedachte is die breed leeft en die uitvoering verdient. Want u bent bestuurder en wij zouden graag van u echt maatregelen zien ter uitvoering en ons mee willen nemen in deze transitie. Uiteraard, wij zijn daarmee bezig. Ik geloof dat die pilotprojecten best wel concrete zaken zijn die hier ook gaan volgen. Want ik geloof dat de raad nog steeds een go-no-go hierover moet geven. Dat telt allemaal mee met ons duurzaamheidsambitieniveau. De onderzoeken, daar moet nog concrete dingen verder uitkomen. Meer kan ik daar op dit moment ook niet echt over uitweiden. Dus, ja. U moet het hier even mee doen, ja. Eerst meneer Gelling, hoor ik. Voorzitter. Ja. Een klein vraagje nog. Ja. Maar het al over de laadpalen. En ik zat nog eens even na te denken. Want u zei van, hey, we zijn in gesprek met plaatselijke belangen, dat loopt allemaal. En die 68 palen, daar wordt hard aan gewerkt. Dat is hartstikke goed. Maar ik vraag me wel even af van, goh, kunnen we ook als raad, zonder op de uitvoering te willen zitten, hè, want daar gaat u over, ik niet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is waar ze dan ongeveer gaan komen. Want we krijgen best wel veel signalen van, hey, ik wil ook duurzaam zijn. En ik heb een hybride auto, maar ik kan hem ergens opladen. Dus het zou wel fijn zijn als je ons daar eens een klein beetje in mee kan nemen. Want dan kunnen wij ook richting de samenleving iets over communiceren. Dat is goed. Wij hebben eigenlijk drie soorten palen, om het even zo te zeggen. We hebben de paalvochtauto. Paalvochtauto is eigenlijk een... Een systematiek dat als iemand een elektrische auto heeft en die heeft verder geen mogelijkheid om zelf een laadpaal neer te zetten thuis, dat hij dat kan aanvragen. Er zitten een aantal voorwaarden achter, maar dat kunnen ze gewoon via de exploitant kunnen ze dat aanvragen en dan zou maar zo een paal er komen. Daar zit dan ook een heel systematiek achter. Dan hebben we nog een... Sorry dat ik u onderbreek, want misschien leg ik het niet goed uit. Het gaat me niet om het type palen, want ik ken de systematiek, maar in de begroting wordt gesproken over 68 palen die hier in de gemeente zouden worden geïnstalleerd. Palen die uit mijn hoofd ouders konden opladen, maar ook konden ontladen, volgens mij. En het gaat mij er even om, als u als gemeente zegt, hey, wij gaan palen plaatsen, neem ons anders mee, waar plaatsen jullie die dan? Vind ik het type paal, dat geloof ik allemaal. Meneer Brink, wilt u daar nu een antwoord op waar die 68 palen komen te staan? Nee. Even voor de helderheid, want dat lijkt me niet helemaal vraag. Nee, ik ga die helderheid nu geven, voorzitter. Okay. Het gaat er om dat als u een besluit overneemt, dat u ons dus in een klein kaartje kan aangeven, nee, en waar komen ze dan? Meer is het niet. Ik wil eigenlijk mijn vrouw afmaken, want er komen nog een paar palen aan. En dat is gewoon, we hebben ook nog een basis op orde palen. En die komen dus... Dat is eigenlijk, het is een aanbesteding geweest vanuit de provincie. En die heeft gewoon bijvoorbeeld gesteld, dorpen boven de 1000 inwoners, die krijgen sowieso een paal. En dan hebben we nog een aantal strategische palen. En die komen dus in Hardenberg, in Delsvaart. En in Slagharen komt er ook één. Wij zijn inderdaad wel gisteren tijdens de behandeling met Plaats Belang. Die hebben ook wel een idee van, nou, misschien willen we hem daar hebben. Misschien is het een betere plek. Daar zijn we nog met hun, gaan we daarover hebben, waar die palen precies komen te staan. Maar we hebben zelf wel een locatie bedacht in die dorpen. Maar dat is dus wel even in overleg met Plaats Belang. Dus dat is zo een beetje voldoende antwoord op uw vraag. Dank u wel. Dat was hem voor uw portefeuille. Mevrouw Luiten, tot slot. Kijk even. Tot slot, inderdaad. Ja, we hebben er niet meer, voorzitter. Nou ja, ik zat nog even naar de burgemeester te kijken. Dat had ook nog. Maar we hebben vier wethouders. Ik begin met de vraag van meneer Brink over het budget voor inclusie. U zegt het kan toch niet zo zijn dat er geen geld is voor een PR-campagne en een symposium. Dat ben ik helemaal met u eens, vooral omdat we natuurlijk onze... positie als meest toegankelijke gemeente voorlopig willen houden. Dus dat betekent dat ik u beloof dat ik in ieder geval eens ga kijken hoe dat nu georganiseerd is. Dat kan ik u op dit moment niet uit het blote hoofd vertellen. Maar het kan niet zo zijn dat we die positie natuurlijk kwijtraken omdat we geen PR-campagne kunnen voeren. En de tweede vraag, meneer Boshoven, over participatie, maatschappelijke initiatieven, plaatselijk belangen.
U heeft vanavond een mooie illustratie gehad van de activiteit van sommige maatschappelijke initiatieven in de kernen. Dat zijn niet Balkbrug, dat noemen we vaak, is een van de meest actieve en een van de eerste. Maar inmiddels zijn ze niet meer de enige, want goed voorbeeld doet goed volgen. Maar dat betekent wel dat wij inmiddels behoorlijk wat verzoeken hebben liggen van initiatieven en plaatselijke belangen en dorpshuizen die allemaal nog actiever willen worden en of de gemeente daaraan wil bijdragen. Dus we hebben met het college besloten dat we dat in ieder geval eens even integraal willen gaan bekijken. Nu zijn de subsidies eigenlijk wat incidenteel en daardoor ad hoc verstrekt. Toevallig op wie er kwam en wie een goed plan had. Maar dat is niet altijd even eerlijk tegenover de mensen die als laatste komen. Dus daar willen we wat integraler naar gaan kijken. En dat betekent dat er op een gegeven moment een voorstel uw kant op komt. Bovendien, wat nu wel al kan, als het om kleinere initiatieven gaat, we hebben het Fonds voor Maatschappelijke Initiatieven. En daar kunnen we gewoon directe, hands-on, praktische initiatieven die direct uitvoering uitgevoerd kunnen worden, kunnen we uitfinancieren. Of dat nou gaat om een motocrossbaan of een plek voor de oudere SOS in Bergentuin. Dus dat soort dingen proberen we op die manier al te financieren. Voorzitter. Mooi dat u het maatschappelijke initiatievenfonds noemt. U gaat er waarschijnlijk dan ook meer budget voor creëren. Laten we eerst eens even kijken hoe we uitkomen met het bestaande budget. Maar dat lijkt me dan om te beginnen. Mocht dat tekort zijn, dan melden wij ons direct weer bij u. Want als ik het me goed herinner, is dit initiatief op uw dit fonds op uw initiatief ingesteld. Voorzitter, ik denk dat dit het was. Nou. Als er geen vraag is. Dan rest mij de vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. Nee. Zullen we maar een bespreekstuk van maken? Ja, laat maar doen. Oké. Dan gaan we naar agenda punt 5. Het beschikbaar stellen krediet voor het woonrijp maken burgemeester Oprellaan in Bergentheim. Zijn er mensen die daar het woord over willen? Meneer Jonkans, meneer Geesink. En dat is het? Meneer Jonkans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, nou, het was een duidelijk verhaal. Maar wat mij nog wel puzzelde toen ik het gelezen had, is waarom wordt dat tweede complex eigenlijk nog gebouwd? We horen vaak van dat er toch wel een wens is, en zeker in kennen van dat formaat. En dat verbaast me dan wel dat het dan zo lang, nou alleen maar de fundering staat en dat er verder geen vraag naar is. En ja, dat is eigenlijk dan ook de tweede vraag. Is er dan helemaal geen vraag of sluit de vraag niet aan op hetgeen wat de bouwer aanbiedt? Oké, meneer Geesink. Ja, dat lijkt me op zich een duidelijk stuk. Mooi dat dit straatje wordt aangepakt. Wat mij opviel, wordt €50.000 gevraagd voor de investering en ten koste van de kapitaallasten gaat €3.000. Ik vroeg me af hoe die bedragen zich verhouden ten opzichte van elkaar. Ik kwam zelf op een afschrijvingstermijn van 16,6 jaar. Maar dat is wel een technisch, hoor ik al. Ja, een beetje technische vraag stiekem, meneer Geesink. Maar we gaan gewoon kijken wat er vanuit het college komt. Meneer Bruinsma. Dank u wel, voorzitter. De heer Jopmans, je had inderdaad een vraag over of daar nog een complex komt. Ja. Zoals ik het zie, dit raadsvoorstel ademt best wel veel historie uit. Want het is inderdaad 12 jaar geleden, 2007, dat hier inderdaad een complex zou worden gebouwd. Twee complexen, complex A en complex B. Complex A is netjes afgebouwd, complex B, daar staat in een fundering. Nou, er is inderdaad een economische crisis tussendoor gekomen. Ja, daar is inderdaad het gevolg geweest dat de desbetreffende ontwikkelaar failliet is gegaan. Wij hebben daar natuurlijk ook onze vraagtekens bij geplaatst. Komt dat nog? Zoals wij het nu zien, zien wij op dit gebied geen mogelijkheid dat dat nog in de komende tijd gebouwd gaat worden. Ik ben zelf bij Plaatsen Belang geweest hiervoor ook.
die zitten er ook bovenop. Wij houden ook de vinger aan de pols. Ja, voor de rest is het gewoon afwachten of dat complex nog komt. Dus als ik het begrijp, is het de bouwonderneming failliet en nou gebeurt er niks meer. Van wie is dat perceel dan? Is dat dan van de gemeente of is dat ook al overgedragen aan de ondernemer? Dat is destijds verkocht aan de ondernemer, aan de vastgoedprojectontwikkelaar. En daar ligt eigenlijk ook de bal. En dan had ik nog een tweede vraag. Of er überhaupt vraag was in Bergentheim naar dergelijke producten? U spreekt nu met de wethouder infrastructuur. Ik kijk eventjes naar de heer Brukkeman. Is daar of daar wel wil reageren? Ik krijg de indruk van wel. Ja, als de raad vraagt, dan hebt u de antwoorden begrepen. In die zin, wat de ontwikkeling die voor ogen stond, dat was geloof ik beneden toch iets van commerciële verhuur en boven een klein aantal appartementen. Nou, voor kleine aantallen is ook in dat soort kernen wel behoefte. Maar wat volgens mij nu de taak is voor ons als gemeente om te kijken, kunnen we die ontwikkeling, het is niet ons eigendom, maar toch proberen vlot te trekken door gesprekken te voeren met belanghebbende stakeholders, eigenaren. Dus in die zin proberen we zeg maar, daar wat, toch wat in vlot te trekken. Helder. Genoeg zo voor deze. Prima. Kan dit een hamerstuk worden? Ja? Geen protest? Nou, dan gaan we dat bij deze doen. Het laatste meningsvormende agendapunt is agendapunt 6. De vormvrije merbeoordeling, locatie Takens, Balkbrug. Meneer Odink, zie ik al een vinger omhoog steken. Ik zie meneer Jonkans en ik zie D66 VVD, GroenLinks en meneer Van den Berg. Beginnen we daar, meneer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Definitief geen brommers kieken meer in Balkbrug. Jammer, maar een begin van een mooie oplossing voor deze locatie ligt vanavond voor. Als CDA willen we allereerst opmerken dat we zeer positief staan tegen deze ontwikkelingen. Mooi initiatief en een zeer mooie oplossing voor deze plek en een aanwinst voor de inwoners van Balkbrug. En de raad wordt vanavond gevraagd of het in kan stemmen met een vormvrije merprocedure. Maar alvorens hiermee in te stemmen heeft de CDA-fractie toch een paar vragen. Deze vragen zijn nu misschien niet aan de orde, maar als deze vragen niet positief beantwoord kunnen worden, heeft het ons inziens geen nut om de mervraag te beantwoorden. En die vragen zijn dan als volgt. Is deze ontwikkeling getoetst aan de ladder duurzame verstedelijking? Heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de bouwontwikkelingen in Balkbrug? Is er overleg geweest met de buurtbewoners en wat is hun oordeel hierover? En is er overleg geweest met plaatselijk belang Balkbrug, de bruggenbouwers en de coalitie 2025? Tot zover. Meneer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Ik realiseer me dat het gaat over het toestaan van deze vormvrije merprocedure. Tegelijkertijd is het wel de eerste kennismaking van de raad met dit project, formeel. Daarom willen wij inderdaad ook graag even wat duidelijkheid. Bijvoorbeeld over is dit project aardgasloos en welke kaders zijn meegegeven aan de initiatiefnemers rondom de energie-neutraliteit en de duurzaamheidsopgave. Daarnaast, vanavond eerder was coalitie Balkbrug hier. Zij hebben een dorpsvisie ontwikkeld. En het lijkt ons van belang dat zij nadrukkelijk betrokken worden in de plannen. Er was al enige kritiek te horen. Dus we zijn wel benieuwd hoe daarnaar gekeken wordt. En hoe die dorpsvisie getoetst wordt aan dit plan. Nogmaals, dit is wel om de kaders zo vroeg mogelijk in het proces door te geven aan alle betrokkenen. Dat lijkt ons wel zuiver. Dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik moet trouwens zeggen, ik ben wel heel erg nieuwsgierig geworden waar de heer Van den Berg nu brommers gaat kieken. En misschien kan ik daar met hem mee, dan wordt het nog gezellig. Maar even zonder gekheid. De heer Van den Berg heeft heel wat vragen die ik ook zou willen stellen namens de VVD-fractie al gesteld. Maar ik wil wel even terug naar de integraliteit van het voorstel. Hè, want 25 woningen is best aanzienlijk. En mijn vraag is of er überhaupt ruimte voor is, zeker in het kader van de woonafspraken die gemaakt zijn in 2015-2016...
Ook het provinciaal kader wat daarvoor is opgesteld. Ik ben ook even benieuwd of het past in de woonvisie zoals wij die als raad vastgesteld hebben in 2016. En de inspreek van vanavond die triggerde mij toch ook wel even op de integraliteit. Want u kunt nu een beslissing gaan nemen over wel of geen meer. Maar als het plan in totaliteit nog aanpassing verdient omdat er gesprek is met de coalitie, de plaatselijke belangen en de omgeving, is het dan wijs om nu de vraag te stellen of er een meer nodig is of niet. Dus met andere woorden, wanneer moeten wij hierover besluiten? Als het plan definitief is of als de wijzigingen doorgevoerd zijn? Laat ik zo zeggen, eventuele wijzigingen. Dank voor de aanvulling. Meneer Rodermond. Nou, we zijn in ieder geval eensgezind vandaag als raad, omdat de vragen die ik wilde stellen in ieder geval ook door GroenLinks al gesteld zijn. En dan gaat het eventjes ter onderstreping over de duurzaamheidsdoelstellingen en natuurlijk over de participatie van de inwoners in Balkbrug, zoals verwoord ook door de inspreker. Dus dank. Op koerspunt nu niet. Meneer Jonkers was er, sorry. Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ten aanzien van duurzaamheid hadden wij ook vragen, maar die zijn al gesteld. Eén aspect ontbreekt nog in dit verhaal. Dat is dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de plaatsen op dit moment huismussen, gierzwaluwen en dwergvleermuizen nestgelegenheden hebben. Vanuit het besef dat flora en fauna een onlosmakelijk deel uitmaakt van onze leefomgeving, hebben wij de vraag of in de plannen, ook in die nieuwbouwplannen, ook alternatieve nestgelegenheid voor deze soorten wordt meegenomen. Het is tegenwoordig heel eenvoudig. Je kunt bakstenen die daar speciaal voor gemaakt zijn voor inmetselen en klaar is Kees. Kan het college in het vervolg van de procedure voor die nieuwbouw in het kader van de zorgplicht die we voor die soorten hebben, dat ook integreren in de bouw? 50 plus niet, hè? Nee, ik besef me dat ik meneer Olink ben overgeslagen en dat was niet bewust, meneer Olink, excuus. Geen probleem, het zij u vergeven, voorzitter. We hebben nog een aantal vragen zijn inderdaad gesteld, dus die ga ik niet herhalen. Maar we hebben nog een andere wat meer detailvraag. Als we kijken naar het raadsvoorstel, dan wordt er gesproken over zeg maar, de bouw of de nieuwbouw van 25 woningen. Maar op een gegeven moment staat er toch zo sluipenderwijs ook iets over renovatie. Voor met name het adres zelf. En voor een aantal raadsleden onder ons die misschien wel hele warme herinneringen hebben aan Takens destijds, zeg maar. Zijn we even benieuwd, wat is daar het verhaal bij? Is er dus sprake van renovatie van alleen de gevel van het gebouw? Blijft het overeind staan? Dus we zijn wel even benieuwd wat zeg maar, daar de bedoeling van is. Dus het lijkt op alleen maar 25 nieuwbouw, maar er staat ook wel degelijk iets in over renovatie. En we willen graag even snappen waar het over gaat. Ja. Nou, wellicht kan de wethouder daar uitsluitsel over geven. Daarbij hoeven we overigens niet de warme herinneringen aan Takens eventueel. Maar goed, het is u vrij. Voorzitter, dank voor de warme herinneringen en van de vragen van uw raad. Aangaande Takens Balkbrug, de locatie die nu op de rol staat. U geeft zelf gelukkig al aan dat we nu enkel spreken over zeg maar, de MER-procedure en niet over het ontwerpbestemmingsplan, dan wel het bestemmingsplan aan zich. Goed om dat ook met elkaar hier te hebben vastgesteld. Dat kan ons ongetwijfeld nog helpen in de discussie die nu volgt. Het CDA zegt van nou ja, er zijn een aantal zeg maar voorwaarden daarin, hè? Dat als daar niet aan getoetst is, of je daar niet aan voldoet, ja, dan zou je ook die MER niet hoeven doen. Nou, daar zijn we ons terdege van bewust, zeg ik dan maar. En in die zin hebben we daar zeker naar gekeken. Als het gaat om de ladder voor de duurzame verstedelijking, ook een vraag van het VVD, die is van toepassing. En dat zit hem op de aantallen. Als je bij meer dan 10 tot 12 woningen zit, dan blijkt uit jurisprudentie in het kader van de crisisherstel weer dat er sprake is van een stedelijk ontwikkeld project. We kijken dan ook naar de ladder voor de duurzame verstedelijking. Wat daarbij ook bij zit, door u beiden ook aangegeven, zijn de woonaanspraken die wij ook met de provincie hebben gemaakt. Dat zijn overigens afspraken die constant ook zeg maar, vernieuwd worden. Ik geloof eind van de maand is er weer een nieuwe bestuurlijke overleg tussen gemeenten en de provincie daarover. De ruimte binnen zeg maar, onze capaciteit hè, om harde plankcapaciteit aan te vullen is heel beperkt.
Wij zitten als Hardenberg daar redelijk tegen ons plafond, maar hij past wel. Hij belemmert in die zin ook niet andere plannen in Balbrugge, andere harde plankcapaciteit die op de rit staan. Dus dat is goed om te weten. En als het gaat om zeg maar, de woonvisie die wij hebben vastgesteld, dan kijken we daar ook nadrukkelijk voor starters en huurwoningen. En die zullen ook zeg maar, onderdeel uitmaken van het ontwerpbestemmingsplan. En dat gaan we nog ter inzage leggen. U spreekt nu enkel over het al dan niet akkoord gaan met deze afdoen van de MER. Meneer Bak. Een vraag ter verduidelijking, want u geeft aan de woonvisie, praat u over huur, maar kijkt u ook naar zorg, want dat is ook een nadrukkelijk onderdeel van uw woonvisie? Ja, voorzitter, daar kijken wij naar. Het is wel zo dat zeg maar, de woonvisie die wij hebben, die loopt geloof volgend jaar af uit mijn hoofd. En wij komen op korte termijn met een proces bij u. Ook dat hebben wij vandaag in het college besloten. Het was een drukke collegevergadering, dat heeft u wel kunnen horen. Dat wij komen met een nieuw proces voor een nieuwe woonvisie, om dat ook weer te actualiseren. Want ik geloof dat de huidige woonvisie in 2013 door uw raad is vastgesteld. Dus die behoeft ook wel weer enige doorontwikkeling, dat zeg ik daar ook bij. Als we hebben over zeg maar, de bouwplannen, daar ga ik er toch even op in. Hè. Ondanks dat we hebben het over de MER, de afdoening van de MER. Dus ook zeg maar, de vraag als het gaat om aardgasloos bouwen, ja, dan zeg ik ja, volgens mij is het redelijk kansrijk om, zeg maar, als je de procedure bekijkt, dat dit zo'n project wordt. Daar hebben we het over gehad. Flora en fauna. Ja, dat maakt ook een onderdeel uit van die aanmeldnotitie voor de MER. Ik kan niet zo heel goed met de printers hier overweg, maar er wordt gesproken over een Natura 2000 gebied. Nou, daar is geen sprake van. Dat is een afstand van 8 kilometer. Ook het natuurnetwerk belemmert ons niet, maar we hebben wel vanuit de algemene zorgplicht te kijken naar nou, wat broedt daar nou zoal op die locatie. Dat zijn toch een aantal vogels, zo heeft ze de heer Jonkers heeft opgenoemd, voorzitter. En wij zullen dus ook kijken dat we in die broedperiode dus niet gaan bouwen. En voor de rest zou ik zeggen dat u een aantal aardige suggesties gedaan heeft. En die zou ik graag ook willen meenemen in het vervolgtraject. En het vervolgtraject houdt dus in dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Er is al een inloopbijeenkomst geweest in Balkbrug. Ik heb daar ook een aantal positieve geluiden over gehoord. Maar het is natuurlijk ook zo dat tijdens de inzagelegging van dat ontwerpbestemmingsplan daar nog allerlei geluiden naar voren kunnen komen. Daarmee heb ik denk ik in eerste instantie de vragen wel gehad. Dank u wel. Voorzitter, volgens mij niet helemaal, want ik heb een vraag gesteld over de integraliteit van het plan. Ook even naar aanleiding van de inspreker. En ik kan me zo voorstellen, als ik dat ook koppel aan de beantwoording van de vraag over de harde plancapaciteit. Want als het totaalplan rondom de kruising anders uitpakt en daar wellicht meer woningen noodzakelijk zouden zijn, of zouden kunnen, dat is net even hoe u het wilt zien, dan zou het wel beperkend kunnen zijn. Dus ik ben wel even benieuwd hoe strak zit die plancapaciteit nu. En ik zou graag antwoord hebben op mijn vraag over de integraliteit en de contacten met de omgeving daarover. Voorzitter, kijk, als het gaat om integraliteit is het wel zo dat wij toetsen aan de aanvraag die is ingediend. En die aanvraag die is ingediend, hè, die heeft een aantal van 25 in zich. Nou, het is wel zo dat als u kijkt zeg maar, in de beoordelingscriteria van de MER, hè, de besluit D is dat geloof ik, waar de woningen onder vallen, dan zitten we daarmee wel echt ruim onder zeg maar, die drempelwaarden die in dat MER-besluit zijn opgenomen. En dus daar zit niet zozeer het probleem. Het is natuurlijk wel zo dat wij beoordelen op aanvraag. En de aanmeldnotitie is er helder over, die vraagt een hoeveelheid van 25 woningen. Als het gaat om de integraliteit, dan noemt u al een aantal partijen die daar ook een rol in zullen hebben. Volgens ons passen de plannen in de dorpsvisie Balkbrug 2025. Er wordt ook overlegd met plaatselijk belang, de bruggenbouwers en de coalitie 2025. En die zullen ook nadrukkelijk een rol krijgen zeg maar, in het verdere traject. Omdat we ook bij het ontwerpbestemmingsplan en het daadwerkelijk bestemmingsplan zeg maar, meer zullen hebben over de daadwerkelijke uitvoering en contouren van het plan. En niet zozeer over die aanmeldnotitie van de MER waar we feitelijk vandaag over spreken. Ik besef mij nu dat ik een vraag van de ChristenUnie vergeten ben. En mijn vraag over de harde plancapaciteit ook nog niet. Nou, voorzitter, volgens mij heb ik daarvan gezegd dat wij in de gemeente Hardenberg zeg maar, redelijk tegen het plafond aan zitten. Ik geloof dat u daar vorig jaar ook over geïnformeerd bent. Maar deze plannen passen binnen de harde plancapaciteit. Die
Het is ook niet zo dat wij elders in Balkbrug harde plankcapaciteit moeten schrappen daarvoor. Eind van de maand ga ik weer met de provincie in overleg van hoe gaan we nu ook in het traject verder. En plannen die ten uitvoer worden gebracht, die vallen dus weg uit onze harde plankcapaciteit. En dat kan eventueel ook wat ruimte geven in het plafond. Nee, maar dat is een redelijk technische discussie. Nee, maar misschien heb ik mijn vraag dan onduidelijk gesteld, meneer de wethouder. Waar het mij om gaat is van hoeveel ruimte is er daadwerkelijk nog? Dus hoe straks zit u tegen de grens aan in Balkbrug? En is er eventueel nog ruimte voor andere initiatieven in Balkbrug? Dat is eigenlijk de vraag. Misschien kunt u daar antwoord op geven. Nee, dat kan ik niet. We hebben wel cijfers van hoe het exact zit. Ik kan nu ook die doen toekomen. Wat is nou het verschil tussen de harde plankcapaciteit die wij in onze gemeente hebben en waar is het daadwerkelijk op plafond? Dat zit kort tegen elkaar aan, dat kan ik u wel zeggen. Wat de exacte ruimte daar nog nu tussen is, dat kan ik u zo nu zeggen. Het is wel zo dat, maar daar val ik in herhaling, het niet raakt aan andere plannen in Balkbrug die al zijn opgenomen aan de harde plankcapaciteit. Maar wellicht kan ik die vraag nog even schriftelijk voor u beantwoorden. Graag. Dan is dat weer een toezegging, geloof ik. Ik heb er toch weer een aan de broek vandaag. En voor de ChristenUnie geldt eigenlijk hetzelfde. Volgens mij is het zo, maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, dat zeg maar, de gevel, de zichtlocatie, dat die gestand blijft. En dat daarachter zeg maar, de aanpassingen verder doorgevoerd worden. Maar ook die vraag hoe het precies zo eruit blijft te zien en of dat ook enige nostalgische effect op u heeft, daar kom ik graag schriftelijk op terug. Helder. Ik schat in dat we het nog even een bespreekstuk kunnen maken. Ja? Ik kijk eventjes of... Nee? Ik zie twijfel bij de heer Bak. Het is aan u nu, hè? Nou goed, luister, zozeer. Ik ga ervan uit dat de toezegging meer dan voldoende zal zijn. En als die toezegging dat is, dan kan het gewoon als hamerstuk op de agenda wat ons betreft. Hamerstuk en eventueel kunt u natuurlijk bij het vaststellen van de raadsagenda het altijd nog op het bespreekstuk zetten. Dan zetten we het in eerste instantie als hamerstuk op de agenda. Dan zijn wij bijna toe aan de rondvraag, maar niet voordat ik gezegd heb dat we zometeen na afloop van deze vergadering nog een besloten bijeenkomst hebben met alleen de leden van de gemeenteraad, dus niet de steunfractieleden. Dus ik vraag u eigenlijk om straks nog eventjes te blijven. De rondvraag. Wie of wie? Niemand, net terwijl de koffie eraan komt. Dat is een mooie timing. Nou, gaan we even een kopje koffie drinken en dan hebben we dus zometeen een besloten bijeenkomst. Dank u voor uw komst.